Goedenavond, Mark Uiterhoeven. Goedenavond. En inderdaad. Legendarisch tv-maker, redder van KV Mechelen, maar ja, blijkbaar ook de man die heel wat buitenlandse spelers opving de afgelopen jaren bij Malinois. De afgelopen jaren, niet 10 jaar geleden, is het dat Sergio bij ons gespeeld heeft. En ik weet niet meer hoe dat komt, maar ik kwam geregeld op de club toen en ik zag, het was september, een jongetje van een jaar of 19 in het hoekje van de kleedkamer zitten huilen. Ik kende hem niet. En hij zei, what I do here? It's Belgium, it's cold. Hij was toen net teruggekomen. Ja, ik heb hem uitgelegd dat het nog kouder zou worden. Hij was net terug uit Colombia, waar hij de finale had gespeeld van de wereldbeker under 20. Finale verloren tegen Brazilië na verlengingen. En wij huurden hem van Porto. Fie van Hoof, onze manager, sportief manager, die had misschien nog, dat weet ik niet, goede contacten met Porto. En ik ben toen met hem mee een appartement gaan zoeken. En ik ben trouwens nog vaak op dat appartement geweest, want Portugezen kunnen op 100.000 manieren bacalhau maken. En dat is kabeljauw. Ja. En dan durfde hij mij gewoon bellen op een willekeurige zondagavond. En dan moest ik alles laten vallen. En mijn vrouw was er niet altijd geweldig gelukkig mee, want die had ook eten gemaakt. Maar dan ging ik naar zijn appartement bacalhau eten. Sprak je Engels met jou? Want je bent wel een polyglot, maar hoe goed is jouw Portugees of was jouw Portugees toen? Onbestaande. Ja, ik heb wel wat woordenboeken gekocht en zo. Ik heb wel mijn best gedaan, maar die sprak van English like this, you know. Dus, toen hij het afstapte bij Mechelen, na de winterstage van januari 2012, was hij het echt kotsbeu. En hij zei, I go home, I go back to Portugal, it's over here. Mark Brest doesn't want, the coach doesn't like me. En ik zeg, goed, ja, maar bel dan toch Fie van Hoof nog. En dan hoorde ik hem aan de telefoon. Zeg, no, Mr. Fie. He's, people in Mechelen are 5 stars, that's not problem, coach is problem. But I want to go back, I'm not happy here. Oké, goed. Ik met hem naar de luchthaven. En toen zei hij in de auto van, I think I was too young for this adventure. Dus dat vond ik redelijk rijp voor een onrijpe jongen, want hij was inderdaad maar 19 en nog redelijk kinderachtig. En hij is dus hals over kop vertrokken. En een paar dagen later kom ik op de club en hij had al zijn kleren laten liggen in zijn appartement. En die lagen daar op een hoop. Ze gingen daarmee naar de rommelmarkt. Ik zeg, hoeveel gaat dat opbrengen? En die mannen zeggen, wow, 100 euro of zoiets. Ik zeg, oké, ik haal 2 briefjes van 50 uit mijn zak. Ik zeg, ik koop het. Oh nee, Mark, ga, moet dat niet betalen. Wat is, ja. Moeten dat demmen? Ik zeg ja. En ik heb dat mee naar huis genomen. Ik heb plastic zakken gekocht die vacuüm getrokken, die kleren. Ik had 2 keer 23 kilo, wat niet toevallig het gewicht is dat hij mag meenemen. En dan zocht ik een tweede passagier. Ik heb mijn beste vriend gebeld en zei, zin om mee naar Porto te gaan met 23 kilo kleren van een 19-jarige Portugees. En dat hebben wij gedaan. En wij zijn daar ontvangen door hemzelf ook, door die ouders. Dat was fantastisch. We hebben 4 dagen een appartement gekregen dat hij als investering daar aan de kust gekocht had. Ik mocht kiezen tussen 3 auto's. De vrachtwagen van zijn vader, zijn Ferrari. Nee, Porsche was het, sorry. En de Clio van zijn moeder. Het zal u niet verbazen dat ik 4 dagen met de Clio van zijn moeder heb rondgereden. Ja, goed. Hem als voetballer heeft in die paar maanden KV Mechelen 8 wedstrijden gespeeld. Wel 3 goals gemaakt, waarvan 2 in de beker. Eentje in de competitie was een vrije trap tegen Standaar, waar Bolat een fout ging, behoorlijk. Maar hij had wel een goede trap al toen. Heeft hij een zekere indruk op jou gemaakt als voetballer toen? Ja, maar zijn vrije trappen waren fantastisch. Maar hij bestudeerde dat ook. Dan moest ik naast op zijn appartement naast hem in de zetel komen zitten. En dan haalde hij zijn laptop boven. En dan had hij een hoop filmpjes van Ronaldo. Maar wetenschappelijke filmpjes. Daarmee bedoel ik de hoek waarin je moet trappen. Op welke plaats van de bal. Met welke kracht. Afhankelijk van de afstand tot het doel. Hij was daar echt... Hij was daardoor bezeten gewoon. Enfin, ik zeg nu, was waarschijnlijk nog altijd. Hè. Dus hij is zot van het nemen van vrije trappen. En hij oefent daar vaak op. En hij weet wat hij doet. Het is niet voor niets dat hij... Dat hij daar zo vaak mee scoort. Het is alleen een beetje jammer dat hij in de heenwedstrijd de 3-0 heeft laten liggen, vind ik. Vond ik een beetje jammer, want ik heb nog contact met hem. Wij hebben WhatsApp nog geregeld met hem. Ik ben 2 jaar geleden ook op zijn huwelijk geweest. Dus het is echt een hele lieve jongen. Een trouwe jongen. Want ik heb hem ooit eens gezegd van... One day I will be in a wheelchair at the doors of Barcelona. En jij gaat zeggen, ik ken jou niet. En jij zal spelen voor Barcelona. Zei, 2 things. I will never play for Barcelona and I will always recognize you. Dus ja, lieve jongen. Dus jullie hebben in die paar maanden wel een fijne band gesmeed. Ja, dat wordt een beetje kindje. Hè? Het was kerstvoetbal.
Hij had nog nooit kerstavond zonder zijn ouders doorgebracht. Dus wat denk je? Ja, die heeft hier met mijn schoonmoeder, mijn vrouw en een paar vrienden kerstavond gevierd. Heel de avond gehuild voor mijn laptop. Triestig eigenlijk. Het is, eigenlijk als journalist maak je dat, als sportjournalist maak je dat maar weinig mee, dat je zo wordt betrokken bij de menselijke ellende die zo'n jonge gast meemaakt. Want hij mocht dan niet te vaak spelen van Mark Brijs. En hij begreep er niks van. Hè, want Belgian football is run, run, run. They never play football, is run, run, run. ik ben met hem naar Club Brugge Braga geweest. Braga deed die kaart van toen. En hij was mij heel de tijd aan. Hij kent die mannen van Braga allemaal natuurlijk, want hij heeft er nog mee gespeeld in de nationale jeugdploeg. En hij was mij heel de tijd aan het uitleggen dat de Belgen veel te hard lopen in plaats van gewoon de hoek van de paslijn af te dekken. Dus alles wat een verdedigende middenvelder moet doen. Nooit kussen komen. Zo ver waren ze in België nog niet. Maar Mark, ik heb een vraagje. Eigenlijk, ik weet niet of je dat beseft, maar besef je dat je een heel belangrijke schakel bent op dat moment voor een jonge speler die aan het begin van zijn carrière staat? Ja, ja. Je beseft ook al, gaat het dan op dat moment voor die jongen niet goed, is het heel belangrijk dat er mensen zoals jij dan bij een club dit gaan doen. Ik vind dat ongelooflijk. Ja, maar je gaat mee de dieprik in. Enfin, je probeert dat niet te tonen natuurlijk, maar als hij dat niet mag spelen, was ik ongelukkig gewoon. Hè. Ik begon mij vaderlijk of grootvaderlijk te gedragen. Hè. Dus je maar bent ook boos geweest op Mark Brijs. Maar besef je ja, dat je... Ik ben niet boos op Mark Brijs, maar hij wel. Maar, ja. Maar toen wij daar waren, hij speelde toen bij Porto B. De beste 6 ploegen van de Portugese eerste klasse mogen meedoen in de tweede klasse. En 3-0, man van de match, had gescoord ook. En daarna gingen we naar een restaurant. Dat restaurant was gesloten, maar dat ging onmiddellijk open omdat het Sergio Oliveira was. En er was nog iemand bij die jij kent, Wesley. Lamkelzee Antonio. Ken je die niet? Dat zegt me wel iets, ja. Bij Borussia... Zee Antonio, ja, dat klopt. Ja. Zee Antonio, absoluut. Linksvoetige centrale verdediger, dat klopt. Ja. Die zat mee aan tafel, die heeft zijn carrière afgesloten bij Porto B. Schitterend. Had jij verwacht dat hij 10 jaar later uiteindelijk een sterkhouder bij Porto zou worden? Het heeft zijn tijd geduurd, hè, want pas 2 jaar geleden teruggehaald na zijn laatste verhuurbeurt. En eigenlijk pas nu 2 seizoenen lang. Ja, dat is waar. Hij was de jongste speler die ooit bij Porto in de eerste ploeg gestaan heeft. 17 jaar en 4 maanden en 15 dagen. Dus er zat wel belofte in, maar hij moest nog serieus geslepen worden. Hij is uitgeleend aan Bayram Mar. Toen hij hier van Mechelen kwam, is hij naar Penafiel gaan spelen. Pas op, hij heeft ook bij Nantes gezeten en hij heeft de dubbel gelukt in Griekenland. Met Salonika, ja. Zowel de beker als de titel gepakt. Ja. He, omdat huwelijk waren daar Grieken aanwezig. Ik vroeg mij af wat die waren ook allemaal zot van. Dus je gaat ook vanavond gewoon kijken naar Juventus Porto? Dat zal niet lukken, want mijn vrouw zit naar Elke Kleisters te kijken, zie ik. Dat is erger. Dat wordt een huiselijk gevecht om voetbal te kunnen bekijken. Okay. Maar ik hoop in elk geval dat het 2-1 wordt, verlengingen, en dat Sergio de beslissende penalty binnentrapt. Okay. Dan zal er te weinig drank in huis zijn, denk ik. Ken je nog zo'n spelers die bij Malinois zijn gepasseerd en die vandaag Champions League spelen? Nee. Nee, oké. Okay. Goed. Nee, misschien hadden we anders nog een keer kunnen... betrekken bij de uitzending... Maar als je wil, ik zet wel iemand in een Champions League ploeg. Oké. Okay. Rob Schoops, Atletico Madrid. All right. Voilà. Dat is voor over een jaar of 3-4 dan. Oké. Dankjewel, Mark. Dankjewel, Mark. Veel plezier met de match.